Hallo mensen, mijn naam is Arvin en welkom terug bij een Pokémon kaartopening. Dus vandaag hebben wij een mooie Lost Origin boosterbox om te openen. Ik ben best benieuwd naar deze boosterbox, want ik... er zitten gewoon heel wat leuke dingen in deze set. Want dit is een van die sets waar Radiant echt weer een heel groot stuk is. En gek genoeg, dit is de ene laatste set volgens mij van heel Sword and Shield. Voordat de volgende games uitkomen in Scarlet and Violet. En eigenlijk de ene laatste set waar... V en V-Star en V-Max in zitten. Dus dat maakt het ook toch wel weer heel speciaal. Laat staan dat het gewoon eigenlijk over dingen zoals Giratina gaat. En ik hou gewoon heel erg van Giratina. Origin Form althans. Die vind ik er super vet uitzien. De rest van de Pokémon vind ik ook best vet die erin allemaal zitten. Als er ook achtergrondgeluid zit, dan maak je niet druk. Mijn hond zit te eten. Zo. Hier hebben we een mooie box. We hebben weer genoeg pakjes, dus we gaan een hele mooie lange video hiervan maken. Even kijken of alles goed loopt. Perfect. Laten we beginnen dan met één in een enormes pakje. En gaan we gewoon dit eventjes daar aan de zijkant zetten. Zodat het nog steeds goed in zicht is dat ik daar pakjes uit kan pakken. Maar dat ook de focus op de kaarten zelf ligt. Dus gaan we ook de eerste pack meteen weer zoals bij de Elite Trainer Box wat magie hebben. Nou, we beginnen al sowieso met een 4-star kaart, dus we kunnen geen energy kaart raden. Maar, wat gaat er allemaal nog meer tussen zitten? We hebben Electric, die hebben we nog niet gezien. Toolbox, vaak genoeg. Gloom, leuke art. Basculin, zo'n Basculin zelfs. Jinx, Makuhita, Bronzor, dat is Phalanx. We beginnen met een Radiant Steelix. Dit is mijn derde Radiant Steelix al. Maar ik verwelkom het graag, want ik ben gek op Steelix. En daarachter hebben we... Oh, wauw! Wauw, eerste pack. Oké, ik laat het eventjes... Laten we ze eerst gewoon meteen gaan sleeven. Dit begint echt geweldig. Hopelijk gaan we niet daarna meteen op het draaispel. Maar we hebben daar de Steelix. En we hebben de Clubsteen. Dus laten we eerst beginnen met de Steelix. Mooie kaart. Ik hou van de Radiants en hoe ze daarop reflecteren. Plus ik vind het gewoon leuk dat de Pokémon Shiny erop zijn. En als volgende... De Collapse Stadium. Dit is wat ik echt leuk vind aan Pokémon Gouden Kaarten. De stadiumkaarten zijn absoluut prachtig. Deze is ook gewoon zo vet met die hele ruïnes. Oh, dat is al meteen echt een geweldige pool. Daar ben ik heel blij mee. Weg met het pakje. Je wil niet weten hoe het er altijd uitziet als ik klaar ben met Pokémon video's filmen. Ik moet zoveel pakjes opruimen, want ik gooi ze maar even willekeurig ergens naartoe. Is dat een slimme keuze? Misschien. Misschien zou ik eens een prullenbak moeten neerzetten hier. Codekaart voor jullie allemaal. En dan 1, 2, 3, 4. Deze kaart is beschadigd. Laten we hopen dat het geen goede kaart is. Maar als je mijn oude video's kent... Ik heb ooit eens een keertje een golden Moltres eruit gehaald. Survivor, Galarian Stunfisk. We gaan ook wat sneller door hier allemaal heen. Omdat we de meeste eigenlijk al hebben gezien... En we hebben een hele boosterbox gegaan. Raichu heb ik nog niet gezien, though. Die is super vet als de reverse. Naar Kluiskor. Oké, de beschadigde kaart is niet veel nuttig. Dus jeeter de jeet. Aan de kant. Volgende pack. Met de Gardevoir erop. De Radiant Gardevoir. Dat is eigenlijk leuk, want ik ga altijd naar een local card shop bij mij in de buurt. En ik haal er altijd één pakje van beide Yu-Gi-Oh! En Pokémon om altijd even de winkel te supporten. Deze kaart is ook alweer beschadigd, jezus. Oh, achtergrondgeluid. Iemand dacht even stoer te zijn met de motor. Ach ja. Maar ik haal meestal daar één pakje en een vriend van me deed mee om een kleine packbattle te doen met één pakje. En we boelden, allebei boelden we alleen een Radiant Pokémon en hij had Radiant Sneasler. En ik had een... hij had Radiant Gardevoir en ik had Radiant Sneasler. Maar Sneasler had ik al, dus we hebben die met elkaar gerolen. Gastly als reverse naar Clefable. Oké, gelukkig. Weer niks superbelangrijks. Jammer dat we daar inderdaad niet uit pakjes poelen. Maar ik ben liever blij als de kaart die we eruit poelen niet beschadigd is. Zoals de laatste twee kaarten op de achterkant er zo uitzagen. Zo, volgende pakje. Er zijn nog wel dingen die ik echt heel graag uit deze set wil. Zoals... Ik weet dat ik er eigenlijk niet om zou mogen vragen. Maar mijn god, wil ik graag die... Ja, beschadigd. Wil ik echt graag die Giratina Altart hebben. Die is gewoon echt prachtig. Steel Energy. Ember Pom. A Bonus No. Damage Pump. Me and My Boys. Poliwag. Oddish. Crowlif.
Lickitung. Daar hebben we een Pikachu character uit. Die is super cute. Met Pikachu nog ook eventjes een beetje stompen in het gezicht. Maar daarna hebben we een Mr. Mime. Wel, daar gaat de beschadigingskaart. Maar hier gaan we deze gaan we eventjes lekker mooi sleeven. Oh, kom op, ga erin. Daar, leuke kaart. Ik hou van character arts. Zo, laten we jou hier stoppen. Dan hebben we nog genoeg plekken een beetje over. Laten we alvast wel een beetje plek maken. Zo. Weg met dit. Ik zag het helemaal niet tot ik op mijn camera eventjes keek. Dan codekaart. Weg ermee. 1, 2, 3, 4. We kunnen ook gewoon echt geen pauze ermee pakken. Hè? Wat is deze boosterbox? Dus we hebben waterenergie. Kom eens nou. Rhydon, die heb ik nog niet gezien. Kamala, vaak genoeg. Oish. Kruiduf. Lickitung. Lukma. The Fairy. Dan hebben we Murkrow's Traverse naar Stonejourner. En we gaan op naar de volgende. Laat me eventjes alles organiseren, want het ziet er niet uit. Oh nee. Arms tot ervoor. Oké, ik ga eventjes wat kaartjes wat makkelijker voor mij neerleggen. Zodat ik niet alles hier kapot maak. Hoppatee. Volgende pakje. Oeh, deze ging heel interessant open. Dus ik ben benieuwd of dat goed nieuws of slecht nieuws is. Ik hoop ook dat mijn camera nu beter doet dan tegenover de vorige. Want ik ga nog wel een beetje zitten experimenteren met de kleuren. Ook opnieuw, je hoort waarschijnlijk piepgeluidjes op de achtergrond. Dat is gewoon mijn oud hondje wat bezig is. Zo, Psychic Energy. Hunter. Licky Licky. Luminion. Makuta. Bronzor. Paylings. Me and the Boys. Poliwag. Oddish. Met Poliwhirl dit keer als de reverse naar de stocks. Dus, codekaart. Kom op, geef ons iets. De kaart is een keertje niet beschadigd, dus dat is een heel mooi ding. Ik hoop dat dat nu betekent dat we een goede pool hebben. Dus we beginnen met Dark Energy. Machoke. Mirage Gate. Cascoon. Hier hou ik ook even apart. Bronzor. Snover. Jinx. Inkay. Covet. Oh, wauw. De reverse slot heeft de gouden Mew kaart. Dat is super cool. Betekent dat we dan nog ook iets achter eventueel hebben? Ah, het is gewoon een holo follow. En once again, en opnieuw komt die rijm naar voren. Maar eerst laten we jou eens eventjes in een sleeve stoppen. Kijk hiernaar, die is vet. Oh, ik hou een beetje van de inversed gouden kaarten in Pokémon. Want dat is een mooi ding met Pokémon tegenover Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh gouden kaarten zijn verschrikkelijk lelijk. Hierop, mensen mogen me uitkallen of wat dan ook. Dat is mijn mening. Zo, dan gaat dat daar, letten we lekker opgeruimd. En dan gaan we naar de volgende. We hebben tot nu toe meer gouden kaarten gepoeld dan iets anders, wat heel apart is. Maar wel grappig. Zo, pakje. En daar hebben we de code. En we gaan weer vier naar voren. Vier, Arvin. Geen beschadiging, dus dat betekent waarschijnlijk een goede pool. We hebben Grass Energy. Misschien moet ik ze eens gaan raden. Iskan, Carbink. Ik hou van die kaart. Weer Panic. Zeg ermee. Jinx, Inkay, Scovet, Paylings, Me and My Boys, Poliwag. We hebben Machop als de reverse kaart naar een Magnezone V. Nice. Inderdaad, tot nu toe houdt onze regeltje aan van is de kaart niet beschadigd, dan is het een pool. Ja, zo. Jou gaan we hier stoppen langs de andere steel type. En dit karton gaan we hier neerleggen tot het op een gegeven moment hopeloos allemaal instort. Maar dat is hoe het gaat. En energy gaat ook weg. Hoppakee. We hebben nog meer dan genoeg pakjes hieruit te halen. Dus we hebben een mooie lange video staan voor jullie. Voor de geïnteresseerden. Codekaart. 1, 2, 3, 4. Kaart is niet beschadigd. Dus laten we zeggen dat weer iets goeds is. Steel Energy. Stunfisk. Oxen Disaster. Sligoo. Blipbuck. Pinion. Zorua. Die hebben we nog niet gepoeld uit deze set. Dus die is heel mooi. We hebben Paris. Inkay. Dit keer hebben we een Gengar als een character card. Heel mooi. Naar een Delphox V. Nice. Laten we deze eventjes sleeven en ik ga eventjes wat drinken pakken. Zo, dat is veel beter. Zo, daarvoor. Ik voelde in één keer iets in mijn keel opkomen en dat is niet goed. Want je wil niet dat ik echt half de opening een beetje zit van... en allemaal zit te hoesten. Dat zou ik niet eens willen. Codekaart. 2, 3, 4...
Zak nou lichtbeschadigingen volgens mij niet, dus dat betekent dat we iets goeds hebben. Dus we beginnen met waterenergie. Ik vergeet nog steeds de kaart te raden. Van Tida. Gastrodon. Ik vind het leuk, want de shadows zijn ook bij elkaar. En de Gastrodons hier zijn opnieuw bij elkaar. Oh, wauw. Poliwhirl. Zoroa. Nu zien we wel vaker. Paras ook. Inkay. Basculin. Jinx. Dat is de Lost City. Naar een Holo Pyroar. Zo, helemaal goed. Dan gaan we naar de volgende. En zetten we ook weer dit mooi eventjes aan de kant. Tot nu toe, goede pools. Echt goede pools. Maar ik ben benieuwd of we nog iets langs kunnen poelen. Er zijn wel dingetjes die ik nog graag zou willen. Want als we een bingo zouden opzetten, dan zouden we nu nog een full art kaart missen. Een alt art. En gewoon een V-Max. Dus laten we kijken wat het gaat worden. Oh, kaart is beschadigd. Dus dat betekent al dat we dat niet niks goeds hebben. Zullen we het gewoon gaan testen? Laten we gewoon meteen kijken. Yep, helemaal niks. Maar gaat dit de character card zijn? Nope, is gewoon een Komala. De rest maakt niet zo heel veel uit eigenlijk. Want deze kaarten, de overige kaarten die ik niet collect, want ik vind het gewoon jammer om kaarten te laten liggen, breng ik altijd naar mijn local card shop toe. Of ja, daar ben ik laatst onlangs mee begonnen om ze daar naartoe te brengen. Want het is veel leuker dat kinderen dan gewoon daar wat kaarten kunnen gebruiken. En ik raad eigenlijk aan andere mensen dat ook te doen. Het heeft geen nut om echt kaarten te laten liggen. Het is veel leuker om ze dan gewoon echt weg te brengen, zodat andere kinderen nog wat aan hebben. Want voor kinderen is gewoon überhaupt kaarten krijgen al echt super leuk. Ducklet. We hebben Sudowoodo als de reverse naar Drapion V-Star. Daar heb je de V-Star pool van deze video. Dat kunnen we ook mooi afstrepen van onze bingo. Zo, jij gaat hierin. En weet je wat? Laten we deze V's gewoon ook eventjes hier neerzetten. Want V's zijn best goed bekend voortaan. Laten we de echt grote dingen hier dan neerzetten. Totdat we dadelijk weer moeten organiseren als we eventueel te veel zouden poelen. En met hoeveel we van de box nog te gaan hebben, ik ben echt benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd naar wat we nog allemaal weten te krijgen. Ik kijk ook nog eventjes altijd naar mijn webcam toe, want... De codekaart. 1, 2, 3, 4. Kaart is niet beschadigd, dus dat is heel mooi. Daar hebben we Grass Energy. Electric. Ready. Bloom. Pinnacle. Porygon. Ducklet. Lepup. Pinion. We hebben Mien Shao als de reverse kaart. En dan gaan we daar een Lendrus toe. Nou, gewoon een normale Lendrus. Het is de eerste keer volgens mij eigenlijk dat onze truc niet werkt. Dus wat gaan we nu doen? We gaan eventjes 5 pakjes pakken. We gaan er 4. Dan pakken we nog eentje van hier. En wat we doen is we gaan ze openen. We gaan de kaart terug doen. We gaan... Dan, zo, eventjes kijken. Ik zal het eventjes laten zien. Pakken ze. Pakken de kaarttruc. Wat we doen is, we pakken de 2 wat potentieel pools zijn weg. En gaan dit hetzelfde doen eventjes voor de andere paar pakjes. We gaan beginnen met de eerste. Het is geen character art. Maar we hebben dan wel meteen een full art. Wauw! De Delphox V full art. Dus wat we doen is, we doen het eventjes zo pakken, zodat we niet weten wat er als volgende zit. En dan hoop ik dat ik de sliver goed uit kan pakken. Yes. Kijk eens aan. Dat is al onze tweede Delphox. Alleen deze is mooier als een full art. Dus laten we jullie een klein beetje naar rechts stoppen. Volgens mij zijn jullie dan nog wel in zicht. Yes. Perfect. Denk ik. Nou, laten we dan meteen doorgaan met wat we nog meer hebben. We hebben de Wind-Up Arm gewoon als een reverse. Dan hebben we Malamar, wat gewoon jammer nog niks is. Dan hebben we Pectrier als de reverse de keer. Naar... Oké, we hebben Spiritomb. Dat is ook niks. Oh! Wauw, dat is onze reversal. Dat is een hele goeie opnieuw. Dit is de, hoe noem je dat? De character V-Max art. Die zit ook in de reversal. Dus laten we die weer ertussen uitpakken. En erin sleeven.
Moet je kijken, man. Dit is gewoon echt leuk met de Chunky Pikachu en Red erop. Gewoon dat Red nog zoveel liefde krijgt in de Pokémon Universe. Hij is ook zo'n vet karakter. Gewoon leuk met dikke Pikachu erbij. Is een super leuke kaart. Laten we dit nu een klein beetje meer die kant op zetten. En we zullen dit zo neerzetten. We staan een beetje te ver tegenover. Dus als het omvalt op een gegeven moment, dan weet je wie je de schuld moet geven. En dat is mij. Volgende is... Volgende is Sun Gudraak. Nog steeds een leuke Pokémon. Naar een Chandelure. Oh, de Sun Gudraak is een foil. Had ik niet eens gemerkt, joh. Dan ga jij hier. Chandelure. En Chandelure gaat naar Indra. Ook een foil. Dan zetten we jou hier neer. Goeie pools. Uit dat kleine kaarttrucje hebben we een character VMAX gekregen. En een full art. Wat missen we überhaupt niet nog? Waarschijnlijk een normale character V. En een VMAX en een alternate art. Dat is wat we nog moeten missen. Behalve als we ook dan nog trainer card. Rainbow. We hebben nog helemaal geen rainbows gezien. Rode kaart. 2, 3, 4. Kaart is beschadigd. En dit ging door voor 5 pakjes. Dus die skip ik eventjes. Oeh, deze is zwaar. Laten we hopen dat dat zware iets voor me meebrengt. Hoppakee. Eruit ermee. Daar is de code. Voor het laatste level. 1, 2, 3, 4. Kaart is niet beschadigd. Dus hier met die zieke pool alstublieft. We beginnen met Psychic Energy. Want ik zie een goede pool hieruit komen. Porygon 2. Swanna. Ariyama. Jinx. Inkay. Scoffet. Felix, Mina Boys. Poliwag. We hebben Parasect als de reverse. En daarachter hebben we een Sun Gudra V Full Art. Ja, kijk eens aan. Dat is ook een mooie kaart. Dat is eigenlijk altijd dat is de tweede Full Art die we al pakken. Centering is echt heel wat om van na te vragen. Maar verder... Oh man. Mooie kaart. Laten we jou eventjes hier stoppen. Oh. En laten we dit eventjes zo doen, zodat ze bij je te zien zijn. Felix, nee. En zo, we hebben nog genoeg erin dan te kunnen zien. Zo, dan laten we dit ook eventjes wegstoppen. En naar het volgende pakje. Misschien was het daarom dat het zwaar was, want het was Steel-type. Oké. Laten we daar maar eventjes niet meer over praten, over die grap. En laten we maar gewoon lekker praten over wat hier echt over gaat. Pokémon. 2, 3, 4. Geen beschadigde... kleine beschadiging. Ik weet niet of dat iets zegt. Maar we hebben de 4-star kaart dus. Hunter. Polywall. Licky Licky. Roselia. Rockruff. Seal. Rabbit. Watch out. Reverse slot is... Oh! Wat? Heb ik gewoon niet goed... Nee, want deze heeft een sterretje onderin. Waarom zit de full art in de reverse slot? Het is een oude bosorde. Hé, maar... Voor trainer. Niks om over te zeggen. Ik word een beetje vreemd qua ordering. Maar... Zo, Boss Order, Full Art, Trainer Art. Weet je wat, we gaan deze een klein beetje hier naartoe verplaatsen, want ik begin moeite te hebben met lek. Oh nee, het valt helemaal uit elkaar. Oh nee, valt ons nog te zien, ik hoop het wel. En anders zien we het wel. Keuzes! Man, kijk eens hoeveel pools we al hebben. We hebben nog best wel pakjes te gaan. Kom op, ga gewoon nog eventjes naar die Rainbow of die Altart. Zou echt geweldig zijn als dat nog eruit te halen valt. Code. Wees snel erbij. Zullen we maar gewoon overflippen? Ja, het is gewoon een Parasect. Gaan we dit iets zijn? Nee, het is gewoon een reverse Sidra. Dus dat betekent dat dit ook helemaal niks is. Zo, volgende. We gaan er wel een beetje snel doorheen, omdat we weten wanneer het gewoon eigenlijk helemaal niks is. Want de kaartkwaliteit is ruk van die dingen. Jammer genoeg. Dus, codekaart. 1, 2, 3, 4. Geen beschadiging hier, dus... Laat iets zijn. Steel Energy. We hebben de Lady, gewoon een vrouw. Lampend. Iskan. Seal. Hou van Seal. Chuppet. Chop. Pikachu. Phantom. Dan hebben we... Poliwag als de reverse naar een Pidgeot V. Ah, cool. Gewoon even een leuke stokhouder vogeltje.
Zo in de sleeve ga jij en jij gaat hier bij de andere V's zitten. Is het erg dat we al meer grote pulls hebben gehad dan normale V's in Hollows? Ik bedoel, ik vind het niet erg. Ik vind het wel fijn. Maar dat ben ik. Het is wel echt een van de betere boosterbox openingen die ik tot nu toe heb gehad, man. Dat is echt gestoord. Dus Lost Origin is aardig naar mij. Dat kan nog aardig. Zo, codekaart. Weg met deze sleeve. 1, 2, 3, 4. Geen beschadiging. Weet je waar, ik ga eens een keertje energy raden, want ik vergeet dat de hele tijd te doen. Fighting. Het is dark. We hebben Sliggoo. Electric. Vanna. Phantom. Makuhita. Electrike. Murkrow. Chappet. Hey, Baynet als de character art. Die is cool. Die is super cool. Daar. Een Hisuian Zoroark V. We hebben twee pulls eruit. Dus laten we ze één voor eentje even erbij pakken. Dus hier hebben we eerst de Baynet character art. Met Phoebe op de achtergrond. De Elite Four van Hoenn. Opgevolgd met een... laat me hem ook eventjes steven. Een Hisuian Zoroark V. Hij heeft zelfs een attack die helemaal geen energy nodig heeft, dus dat is wel erg interessant. Die gaat hier. En hoppakee. Laten we nu gewoon eventjes de rest van de pakjes er zo uitpakken, want dan kunnen we deze doos ook gewoon even wegmijten. Oh! Met zoveel hebben we eigenlijk nog? We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pakjes. Cool. Dus laten we gewoon van bovenaf beginnen en onze weg naar beneden maken met de laatste 9. Zo. Ik hoopte ik dan dat we 10 packs hadden, want dan hadden we eigenlijk het aantal packs van hoeveel kaarten wat erin zit. Wel, we kunnen al zien wat hier gaat inzitten. Dus laten we zeggen, hey, het is niks. Ja, daar gaat Riados. Gaat dit een character art zijn? Nope, het is gewoon een reverse. Dus dat is al jammer. Volgende alsjeblieft. En graag gedaan, Super de Boer. Ook al bestaat Super de Boer al lang niet meer. Zo, volgend stukjes karton voor ons. 1, 2, 3, 4. Geen beschadiging, dus... Fire Energy. Daar hebben we Rhydon, Kamala, Roserade, Bronzor, Snover, Jinx, Inkay, Scorbut. We hebben Glastrier als de reverse dit keer. We hebben beide paarden tot nu toe als reverse gekregen naar... Een Hoopa. De Hoopa is geen foil. Dus we hebben eens een keer een onbeschadigde neutral card gehad. Kan ook gebeuren. Hoppakee. Weg met deze pack opening. En op naar het volgende pak. Yeah. Cool. Cool, cool, cool. Oh, hij is al open. Cool. Ik dacht eventjes dat ik heel moeilijk moest gaan doen met het nu openen. Maar zo te zien niet. Dus dat is mooi. Code. 1, 2, 3, 4... Geen beschadiging hier, dus we gaan kijken of we weer echt iets moois gaan pakken. Fighting Energy, Nuzleaf, ik vergeet heel te damage te raken. Torkoal, Rezu, Oddish, Growlithe, Lickitung, Slugma, Clefairy. We hebben dan een Bomasnow als de reverse naar... Oh, Rezu als een rainbow. We hebben nog de rainbow daadwerkelijk gepoeld ook. Wauw. Vorige video hadden we deze als een full art gepoeld. Dus dat is super vet. Kijk eens aan. We hebben twee vrouwen gepakt al al deze tijd. Wat moeten we daar nou weer mee? Zo, jij gaat hier. En poeh, het is nu zo moeilijk te organiseren. Ik hoop dat alles nog... eigenlijk de Pikachu is niet meer te zien, maar... Ik denk dat je liever deze Pikachu wil zien. Zo. Gestoorde pools. Echt gestoord. Dit is echt een van mijn beste boosterboxen tot nu toe. Als ik puur naar pools ga kijken... Als er nu nog echt een Altaart uit gaat komen, dan flip ik hem echt. Dat is... Oh, zullen we hopen? Is het te hopen? Ik hoop echt dat het te hopen is. 1, 2, 3, 4. Kleine beschadiging op de kaart. Dus ik denk dat het niks is, maar we gaan gewoon een kleine hoop erin zetten. Mielma Boy, Poliwag, Oddish. Oeh, nee, ik boog de Oddish per ongeluk met mijn duim. Lickitung. Roserade als reverse naar een Cremorant. Nou, ik hou van Cremorant, cool. Ja, want het is gewoon zo'n leuke Pokémon in de games dankzij zijn ability. Waar hij gewoon eigenlijk een... de voorevolutie van Barrascuda. Ik kom eventjes niet meer op zijn naam.
En een Pikachu kan proberen te inhaleren, of hoe je het ook wil noemen, of door te slikken. En dan als hij geraakt wordt, het gewoon recht weer uitspuwt. Ho! Door de kaart. 1, 2, 3, 4. Geen schade op de kaart, dus we hebben potentieel. Grass, Radicant, Vacuum, Dilgoon, hou ik. Amber, Aipom, Spinarak, Litwick, Roselia, Rockruff. We hebben dit keer de Roserait als een mooie character art met Gardenia, de tweede gym leader van Diamond Pearl, Platinum, Brilliant Diamond, Shining Pearl. En daarachter hebben we een Machamp gewoon als een reverse. Dus laten we deze nog eventjes dan mooi sleeven. Zo, kijk eens aan. Mooie character art. En laten we dit hier neerleggen. En dan de laatste vier pakjes toe gaan. We eindigen wel met een Giratina pakje. Want dat vind ik gewoon leuk. Zo. Hoppakee. Oh, gelukkig zit dat niet waar de goede kaart hoort te zitten. Plus, oeh. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Dark Energy, Nuzleaf, Windaparm, Oyama, Slugma, Teferi, Aipom, Spinarak, Litwick, Kingdra als de reverse naar en Raichu. Cool. Zo. Dan zijn we toch weer aangebroken bij de laatste drie pakjes van deze video. Kunnen wij toch nog een altaart poelen? Kunnen wij nog iets anders poelen? Kunnen we echt nog... Er zijn nog zoveel vette dingen die we eruit kunnen halen. En ik hoop gewoon echt dat we er iets moois van kunnen maken. Dus laten we gaan kijken naar wat de pakjes ons gaan geven. 2, 3, 4. Kaart is niet beschadigd. Cool. Leek eventjes zo. Dus we beginnen met Fighting Energy. Lost City. Dottler. Hydra. Teferi. Roselia. Porygon. Inkay. Blipbuck. We hebben dikker Mr. Mime als de reverse naar een Dewgong. Oké, we gaan nu 0. De eerste pakje van de laatste drie was niks. Dan hebben we hier nog een Enormous pakje. Laat de pool maar Enormous zijn. En daarmee hoop ik dat we nog echt de video met wat mooie dingen kunnen afsluiten. 2, 3, 4. We hebben een 4-star kaart en de laatste kaart is jammer genoeg beschadigd. Dus we weten al dat het niks is, want het is een Macargo. En ja, het is gewoon een normale reverse. Dus jammer genoeg weer niks. Oh nee, alles valt om. Dan het laatste pakje. De Giratina pakje. Zit hier de Giratina in waar we naar zoeken? Laten we het hopen. En weet je wat ik ga doen? Ik ga wat grappigs proberen. We pakken het eruit zonder te kijken. Laten we de codekaart zien. 1, 2, 3, 4 naar voren. Wat we doen is we pakken deze kaart en die gaan we alvast sleeven. Gewoon omdat het kan. Kijken of het inderdaad iets nuttigs is. Of iets cools. Dus de laatste kaart van die hele boosterbox. Dan eerst hebben wij nog Electric Energy. Thornton. Yanxiao. Lady. Oh nee, ik laat alles vallen. Nee. Lady. Finian. Finarak. Paris. Inkay. Basculin. Een Radiant Sneer is er nog. Wauw, ik had eigenlijk niet meer verwacht nog een Radiant te zien. Dus die gaan we ook nog eventjes sleeven. Tot de derde keer dat ik hem volgens mij heb gezien. Maar hey, Radiants zijn nog altijd A-OK met mij. En dan... het laatste kaart van dit hele pakje. Deze hele boosterbox opening. Gaat dit de kaart zijn waar we naar zoeken? Ik ga waarschijnlijk eventjes mijn ogen dicht doen. En ik ga het langzaam openen en kijken of we het hebben. Oké, de kaart is nu voor ons. Laat het een Giratina zijn. Ah, het is gewoon een foil glass terug. Oké, cool. Jammer. Uit je sleeve, jij. Jammer dat we niet met een Giratina zijn geëindigd, maar kijk hiernaar. Laten we het gewoon eventjes allemaal een beetje bij elkaar stoppen. We pakken dit, we pakken deze erbij. Dan pakken we nog eventjes de Radiants. Ik weet echt niet wat de duurste kaart is wat ik hieruit heb gepoeld. Dus we gaan maar gewoon op gevoel af. Dus we pakken zo.
Zo en zo. Dus onze pools zijn Roserade character art, Baynet character art, Gengar character art, Pikachu character art, Zoroark, Hisuian Zoroark V, Delphox V, Magnezone V, Pidgeot V, Radiant Hisuian Sneasler, Radiant Steelix, Drapion V-Star, Boss Order Full Art, Hisuian Gura V Full Art, Delphox V Full Art, Pikachu V-Max character art, we hebben Arezu als de Rainbow, we hebben Collapse Stadium als een mooie Golden Stadium. En we hebben de Mew V-Max als een soort van reverse gold. Ik moet zeggen, echt een geweldige boosterbox opening. Echt, dit is bekant al alles wat ik uit de set zou willen hebben. Het enige wat ik nu nog moet zoeken is eventueel een Giratina. En daar ga ik eventueel naar kijken of ik daar nog meer van Lost Origin ga halen. Maar sowieso, heel erg bedankt voor iedereen voor het kijken. En ik hoop dat jullie het echt leuk hebben gevonden met de boosterbox met mij te openen. En dan, tot de volgende video. Doei!